Holder de Polder en welkom op mijn kamillenzolder. We zijn hier vandaag terug met een rare video. Waarschijnlijk een video dat ik waarschijnlijk niet ga kunnen uploaden. Ik heb gisteren dus een video gemaakt over Enzo, Knol en D die toch uit elkaar gaan. Het was een soort humoristische King Alert video. Parodie dat ik gemaakt heb erop. En, uh, maar uh, ja, het is een heel rare situatie. Ik heb eerst een mail gekregen uh, dat die video uh, monetized was. Dat hij goedgekeurd was door YouTube om er geld op te verdienen. Door advertenties erop te plaatsen. Dus dat was allemaal oké. Okay. Dan had ik zoiets van. Ja, kijk, die video kan geld verdienen. Dus die video heeft waarschijnlijk geen slechte content. Dat niet mag op YouTube. En een paar uur later krijg ik dan een mail van: Jordi: je zegt: strike. Het is met misleidende content of spam. Ik ga nu het bericht in beeld brengen. Uh, ja, dat was eigenlijk mijn video verwijderd. Het was mijn tweede strike. Mijn kanaal. Uh, Wordt geblokkeerd voor twee weken. Dus dat wil dus zeggen dat ik twee weken niet kon uploaden. Maar nu, een paar uur later, weer. had ik dus bezwaren gediend tegen die strijk. Want ik vond dat hij echt. ...niet terecht was. Er uh, was totaal geen misleidende content... ...want mensen weten dat mijn kanaal humor bevat. De, vi de video staat gecategoriseerd onder humor. Je kunt sowieso die video niet serieus oppakken. Alleen maar de haters pakken die video serieus op, dus... ...maar ja, dat zijn ook de, de mensen... ...dat totaal niet belangrijk zijn op mijn kanaal. Dat zijn de haters. Die, ja, fuck de haters. En nu een paar uur later... Uh, ...was ik, uh, ja, terug op mijn kanaal aan het scrollen... Om te kijken uh, ja, als er nog iets uh, interessants gebeurt op YouTube. En zag ik die video en zo en die toch met elkaar weer online? Alles was online. Ik heb geen mail terug gehad van YouTube dat mijn bezwaar goedgekeurd is. Dat mijn strijk wordt ingetrokken. En als ik keek naar mijn kanaal, uh, wordt daar normaal uw strijk staan. Uh, de strijk is weg. Is op een of andere magische wijze is de strijk weg. Ik snap er echt geen kut van. Een paar video's terug had ik dus een video gemaakt over voice-over van de uh, pauze. Daar werd er age restriction op gezet. Dus, uh, dat wil dus zeggen dat de video 18 plus is. Omdat er uh, seksuele content in zat. Maar er zat totaal geen seksuele content in. Dus heb ik er een bezwaar in gediend. En heeft YouTube toegegeven dat ze een fout waren. En nu krijg ik een strijk. Dat weer verkeerd was. YouTube is echt helemaal naar de tering aan het gaan. YouTube is met mijn motivatie aan het spelen. Wat kunt u voorstellen als je als YouTuber elke week up meer dan twee of drie keer uploadt. En dat je dan in één keer een bericht krijgt van ja sorry. Uw video is gestrikt. Je hebt een tweede strike. Je kunt op je YouTube kanaal twee weken niet meer uploaden. Ja, uh, ik werd uh, vandaag uh, toch, een, uh, zat ik toch een redelijk dipje. Ik weet zelf niet hoe dat ik mij hier moet voelen. Dat YouTube de, de laatste tijd mij zo fuckt. Uh, mij zo... Uh, misleid. Zij misleiden mij in plaats van omgekeerd. Ik misleid mijn kijkers niet, YouTube misleidt mij. Want ze geven mij strikes en uh, leeftijdsbeperkingen op mijn video's terwijl dat echt niet nodig is. Maar mensen, maak je me geen zorgen. Uh, het ziet erna uit dat ik toch terug ga kunnen uploaden. Uh, ja, dit was eigenlijk gewoon een uh, kleine mededeling. Ik hoop dat je het begrijpt dat YouTube mij serieus fuckt, maar dat maakt allemaal niet uit want ik kan terug uploaden. Yeah! Ik was dus voor de volle vijf uur was ik van YouTube weg. Maar nu ben ik er alweer terug. Want YouTube had weer een fout begaan. En ik was niet in de fout. Dus ik ben zeer blij. YouTube, dankjewel. Ja. Dus holder de bolder. En ik ben uh, morgen terug met een nieuwe video. Op mijn zolder. Yo, tjauwkjes.